Alles is weer dicht. Later open, eerder dicht. Bloeddruk naar Utrecht. Mensen, ga je nou naartoe. Wow, de champagnebar. Kogeltje lam. Nou, kijk. Naar de volgende bar. Oh, een taxietje. Zo moet dat. Kijk dan. Het baantje zo hard. Beeld dit hoor. Iedereen wordt teruggehaald. Alles is er dicht. Goedemorgen dames en heren. Een nieuwe dag vandaag. Nieuw outfitje ook aan. Lekker herkenbaar. Dat sowieso. Vandaag staat er een klein windje. Het is weer bewolkt. Maar laten we hopen dat het zonnetje nog eventjes door gaat komen. Dat zou echt wel lekker zijn. We gaan proberen om het verste puntje te bereiken. En dat gaat ons vast wel lukken voor 12. Dus we gaan er weer voor. Op naar Zwitserland met de grote Zermatt-bus. Komt allemaal goed. Let's go. Kijk, plakke sneeuw allemaal. Hè? Dat allemaal gaat schuiven. Maar goed, zoals je ziet. Het is hartstikke gezellig. De Italianen zijn allemaal niet zo vlot. Om 8:30 hoort de lift open te gaan. Het is al 9:15. Echt. Alles gewoon al dicht. Nergens geen info. Slaat helemaal nergens op. Vandaag gevaar 3. Hoop dingen al dicht. Kijk, dames en heren. Ik weet niet of dit allemaal goed gaat komen, maar hij moet ze gewoon met de hand erop zetten. De lift beuken door tegen elkaar. Hè. Als dat maar goed gaat komen. Hey, hey, hey. Nou dames en heren, we zijn boven. 9:30 eindelijk, maar alles is weer dicht. Ongelooflijk. Klein beetje wind, geen idee, maar het slaat nergens. Het is wel -16 boven trouwens. Maar goed. Nou, we gaan maar een bakje doen, dan kijken we wel weer even. Het weer ziet er alweer een klein beetje beter uit. Er staat al een hoop wind, blauwe lucht zien we. Nou, zit hier wel even lekker. Mooie tent ook. Herrie van de koffiemachine. Ah, dat mag je pret niet weer. Dames en heren, wat een gebied. De liftjes gaan gewoon later open, eerder dicht. En nu worden we met z'n allen tegengehouden halverwege de piste, omdat er een pisteboel is en nodig naar beneden moet. Het wordt alleen maar drukker en drukker. We moeten met z'n allen tegelijk naar beneden. Dat is gewoon vragen om problemen, echt. Nooit meegemaakt. Echt. Heel bizar dit. Volgend jaar hebben we een bloeddruk naar Utrecht. Kan dit nou? Echt serieus. De liftjes gingen pas 9:30 open. Ze zeggen dat ze tot 4:30, 5:00 open zijn. Maar 4:55 zijn gewoon alle liften dicht en kun je gewoon naar beneden en je kijkt maar even wat je doet, ongeacht waar je bent. Echt ongelooflijk. De helft van de liften is niet eens open. Hier staat iemand iedereen tegen te houden. Helemaal gezellig. Hij doet ook een zwart pak aan, dan zie je hem goed. Ja, dat is handig ook. Ja. Hoe dan? Ah, dit is heel apart. Dit heb ik echt nog nooit meegemaakt. Geef je hem op zijn minst een sapje weg, dat kan je nog vergeten. We gaan even om 4:55 de piste eindelijk een keertje prepareren. Omdat die man net wakker is geworden, denk ik. Nou goed. Nou, we staan naar beneden. Dat is een uitdaging. Kijk er eens. Kijk dan. Nee jongen, 400 man tegelijk. Joe. Hoi. Ze komen ze van spreken. Alleen maar uitdaging hier in Italië. Erg waar. Hoi mensen. We zijn weer terug van skiën. Voor wat er nog van over was. We zijn beneden gekomen, we zijn in ons appartementje. Maar kijk eens wat we hebben gevonden. We hebben de pianobar. En vroeger was het blijkbaar een heel dik hotel. Het ziet er ook echt helemaal fancy uit. Maar er is gewoon helemaal niemand. Die bar werkt niet meer. Alles is leeg, maar je kan er wel in. We hebben de lichtjes aangezet. Kijk, het maakt ons gewoon zelf even gezellig. En er is ook helemaal niemand hier. Kijk.
Lees daarbij een mooi buitenterrasje. We hebben hier nog ons eigen kaasplankje, biertjes meegenomen. Even lekker chillen na een dagje skiën. Tenminste, half dagje skiën dan. Oh, gaar hoor. Echt een hele leuke tent dit. Jammer dat het allemaal niet meer werkt. Blijkbaar is het gewoon niet meer in gebruik. Ik weet niet waarom. Wij maken er gewoon even gebruik van, ja toch? Nou, we gaan vandaag even genieten. We konden vandaag helaas niet naar Zwitserland toe. Want alles was voor de verandering natuurlijk weer eens dicht. Morgen hopen we op beter weer. En dan nemen we jullie mee naar Zwitserland toe voor de zoveelste keer. We gaan het gewoon weer proberen. En dan gaan we kijken of we daar het allerverste puntje kunnen bereiken. Dus, kijk dan, het dakterras ook. Wat een pak sneeuw ook hier. Niet normaal, want er is ook helemaal niemand hier. Nou, wij maken er wel even gebruik van, stiekem. Ja toch. Zo dicht is de piste nou. We staan nu op het terrasje, wat ik nu jullie net heb laten zien. Hier komt de pisteboelie gewoon even naar beneden. Lekker. Ik kom het even prepareren voor morgen, als het tenminste open is. Kunnen we hier even lekker naar beneden knallen. Goedemorgen dames en heren, het is weer een nieuwe dag en kijk eens wat er gebeurd is. Ja ja, je gelooft het niet. De zon schijnt, strak blauwe lucht, alles blauw. Wauw, het moet toch wel gaan lukken vandaag toch? Vandaag kunnen we toch eindelijk een keertje naar Zwitserland, want gisteren was alles weer dicht. Voor de zoveelste keer, omdat ze het een beetje te veel waaien vonden. Ik weet het allemaal niet, maar heel apart. Maar goed, we gaan ons even klaarmaken. We gaan naar de liftjes toe, kijken of die al een beetje op tijd open gaan. En dan gaan we weer een poging doen om naar Zwitserland te gaan. Het verste puntje te bereiken, maar met dit mooie weer zou dat toch geen probleem moeten zijn. Goedemorgen dames en heren. Nou, we zijn op tijd. We staan gewoon vooraan. Maar ze vertikken het weer om die dingen open te gooien. Kijk eens wat een rij allemaal. Hier staan allemaal mensen. Echt. We staan hier al 10 minuten te wachten en weer gaat het niet open. Echt, apart volk hier. Zo mooi weer. Verschrikkelijk. De liftjes doen het wel, maar we mogen gewoon nog niet naar binnen. Maar goed, even geduld hebben blijkbaar. En dan gaan we maar naar boven. Nou, de witte liftjes doen het niet. Blijkbaar krijgen ze hem niet opgestart. Kijk dan wat de mensen hier maar zijn. Dan moeten we met deze bus naar boven. Eindelijk staan we een beetje vooraan. Maar we hebben alweer een half uurtje verloren. Echt zo frustrerend hier. Hè. Mensen, ga hier nou naartoe. Italië, Slovenië. Echt verschrikkelijk. Echt niet te doen. Goed, we zijn boven naar het volgende probleem. Nou, een van de vage wijze is de doorsteek naar Zwitserland weer eens door. En boven hier lopen de rijen alleen maar erop. En je ziet het, tien voor half tien. We zijn boven en de verbinding is weer eens niet weer open. Waarom? Echt heel apart, echt zonde van je geld hier. Je koopt een hele dure pas voor naar de oversteek te gaan. Maar elke keer is de lift niet open. En waarom? Niemand die het weet. Je krijgt geen info, niks wordt er gezegd. Heel vreemd dit. 6.5 hours later. Zo, het is uiteindelijk toch gelukt. Kijk, hier ga je met die grote bus helemaal naar het hoogste puntje, 3800 meter. Het heeft even een half uurtje geduurd, maar eindelijk, we zijn naar de oversteek. We zijn nu eindelijk zijn we in Zwitserland. Ongelooflijk, wat duurt dat allemaal lang? Goed, gaan we even naar beneden, een paar metertjes maken. In Zwitserland. Eindelijk ook een beetje zicht. Verleden week waren we hier, zagen we niet zoveel door de mist. Was het koud. Het is nu alsnog min 14. Maar is goed te doen. Mooi hoor hier. Kijk, eindelijk zien waar je naartoe moet. Kijk, dit is een mooi pad. Oh, lekker sneeuwtje ook. Woehoe! Lekker. Mooi baantje dit. Kijk eens mensen. Hè? Echt mooi hier. Mooi, 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 mooi. Eindelijk kunnen we een beetje skiën. Bijna over tienen. Maar goed, we zijn in Zwitserland. Hallo! Lekker hoor, hè? Ja. Wauw, mooi paard. Dames en heren, alles geprepareerd hier. Alsof we bijna de eerste zijn. Echt, zulke mooie banen. Echt knallen naar beneden hier. Zo mooi. Goed, klaar voor? Huh? Altijd, jongen. Muziekje aan zeker? Juist. We gaan ervoor. Hoi. Oké, daar gaan we. Oh, dat geluid ook van dat geprepareerde. Hoort eens. Oh, het geluidje. Zo mooi. Wow, bijna uit de bocht. Eén groot pad is dit. Oh, tussen de boompjes door.
Kijk toch eens, heerlijk. Hallo. Hallo. Sjön. Hier is Sjön. Kijk eens hoe mooi. Dit zijn het. Alsof hier ook helemaal niemand is. Behalve wij. Erg lekker. We komen zo weer aan het dorpje uit. De verleden keer waren we hier ook. Toen waren we tot de trein gekomen en nu gaan we kijken hoe we verder komen. Ondanks dat het alweer poepie later is. Dat de Italianen zo traag zijn met alles open doen. Maar hij mag de pret niet drukken. Mooi weertje. Ik heb op tijd. Ja? Oh, ik schaats onderweg. We kunnen weer. Oh, mooie paardjes hoor. Oh, kijk eens hoe het er allemaal bij ligt. Daar is het dorpje. Kijk toch eens. Dus hoef je helemaal alleen zijn. Maar terecht. Niet te hard, ons worden geflitst. Hier zijn we weer bij het dorpje. Hier was het. Hop, hop. Voor de conditie. Hop. Lekker man. Hé? Nou ja. Kijk, door het dorpje heen. Leuk dorpje. Echt. Very nice. Kijk, toen geinig. Dat is de overkant toch? Ja. Oh, het ziet eruit als lekker terrasje worden terug. Goed, zijn we hier. Gaan we weer verder. Kijk, dit liftje doet het nou ook. Oude liftje. Die ging van de week niet. We moeten kijken tot de lijn die open is. Met die komen we thuis. Met die komen we thuis? Oké. Okay. Nou, gaan we dat even kijken. Kijk dan. Een soort iglo-hutje. Een iglo-restaurantje. Het ziet er geinig uit. Nu even in het liftje naar boven. Daar aan de zijkant zie je nog de treinbaan lopen. Kijk, daar gaat het treintje weer. Zie je dat? We zijn nu boven op 2900 meter. We moeten volgens mij richting Gant. Daar gaan we. Kijk, is weer zo'n mooi paadje. Echt mooie pistes hebben ze hier. Dat wel. In Zwitserland dan in ieder geval. Dus hier moeten we daar naartoe, naar de overkant. Grote terugbrenglift. Waar gaan we met die naar boven? Verwacht op Lee. Ik heb ergens weer afslag gemist. Geen idee waar. Hij komt er vast wel aan. Die moeten we naar boven. Goed, we zijn er weer. Kijk, het helikoptertje staat al klaar daar. Lekker. Dat is een stuk sneller gegaan in ieder geval. Dat weet ik wel. Goed, we staan op 3103 hoogtemeter. We hebben elkaar weer gevonden. Misschien daar nog even kijken. Ja hoor, we zijn er. Vanaf hier zie je weer de Matterhornberg. Kijk eens wat een mooi plaatje. Helemaal weer gered. Let op maat. Zeker het ooit. Zeker man, moet je even kijken man. Goed. We gaan naar beneden. We gaan verder skiën. En dan komen we hiervoor. Eindelijk kunnen we skiën. Kijk dan, wat een mooi pad hier dames en heren. Je gaat helemaal rond die bult hier gewoon. Wauw. Echt heel mooi. Goed, we gaan. Kijk eens, mooi dorpje daar. Mooie banen. Oei, 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 oei mensen. Daar hebben we die Matterhorn weer. Ziet er allemaal best mooi uit, kan ik je vertellen. We hebben net even op de GPS gekeken en we zijn echt op het allerverste puntje van ons huisje vandaan. We hebben echt de buitenbocht nog genomen. Dit is het verste puntje. Hier naar beneden gaan we eigenlijk naar links alweer een klein beetje terug. En ja, we kunnen alleen maar terug, niet verder. En getakken en geschiet, kan ik je vertellen. Nu moeten we nog maar weer terug zien te komen. Nou, dat zorgen we later. Is er ergens sapje drinken, want ook dat is een beetje mee ingeschoten. Dat is niks voor ons. Dat is levensgevaarlijk, echt waar. Ja. Ja, vooral dat. Hè? Ik heb er één nippie op. Nou, bier. Daar breken geen we wat. Met rum. Oh. Niks. Geen shotje. Kijk, mooi bospaadje weer. Oh, mooi. Mooie buspaadjes. Ja, voor ongeluk door het bospaadje hebben we even een lekker terrasje gevonden. Oh, Even brambakken. Even brambakken. Hydrateren. Juist, ja, dat. We hadden het er net over. Wel niet genoeg gedronken. Gaat dan anders gaan vallen. Oh, kijk eens. Weer die Matterhorn daar. Ontkom je er niet aan.
Even korte pauze. Tenminste, het is dat we nog terug moeten, maar anders hadden we de rest van de dag wel weer gezeten. Godverdikke, wat een weertje. Heerlijk. We hebben op de kaart gekeken waar we zitten, hoe ver we van ons huisje verwijderd zijn. 228 kilometer zijn van ons huisje verwijderd. Eerst maar eens even van het zonnetje genieten. We kunnen weer verder. Lekker sappie gedaan. Oh, weer zo'n mooi bospaadje. Lekker hoor. Daar de Matterhorn weer. Schuif ook naar links. Woe. Heel mooi. Sneeuw, ook geen gebrek hier. Daar een bordje Zermatt, dus dat betekent dat we daar weer terug moeten. In ieder geval naar Zermatt en vanaf daar weer terug naar Italië. Oh, kijk eens hoe mooi. Hallo! Hoe gaat het? Wie smaakt die sneeuw? Lekker man, kijk dan aan de rots. Nou, heb ik het even mooi voor je afgezet hier. Ja, top. Ja, toch? Ik zal even voorgaan, zal ik de piste even afzetten voor. Doe dat, zet de boel eens even ja, af. Zet de boel even af, want dat kan allemaal niet. Ja, wacht even aan de. Juist. Kijk, die wegwerker, jongen. Ik kom altijd van pas. Kijk eens even. Het is gewoon 12 uur, nog steeds boeliestrepen in de sneeuw. Heerlijk! Gas erop! Joehoe! Too late, too spät. Hoi, hey, weer een terrasje. Oh. Nou, we gaan er eens even over denken. Langzaam, slow. Piano. Woongebied. De champagnebar. Hai. De champagnebar. Oh, kijk eens wat mooi. Nou, 100 meter champagnebar is hier wel open dan. De champagnebar. Lekker hoor. Ja hoor, hè? Was je weer moe geworden? Hè? Toen maar even de champagnebar in. Dood op jongen. Dood op. Dat is zeker 10 minuten geschiet. Ja, dat denk ik ook, ja. Maar ga je wel een uitzicht, dames en heren. Ik weet niet welk dorp het is. Volgens mij zit Zermatt alweer. Ja, leuk barretje. En ze stimuleert hier iedereen om een beetje door te drinken. Dat doet ze op zich wel goed, moet ik zeggen. Hè? Nou, dames en heren. Kijk, daar staan mijn collega's in het oranje pakje. Ik heb net een mooi fotootje met ze gemaakt, maar... We zitten nog steeds hier aan het in het tentje. We zitten hier nog steeds. Ik weet niet of we de weg terug nog gaan redden. Maar goed, lekker belangrijk. Hallo! Ben je ook nog? Gast, ben je er ook nog? Bijzonder hoor, hey. Bijzonder. Ik weet niet of dit nog goed gaat komen. Het is echt ver naar huis, echt waar. Maar goed, het is op tegen tweeën. We zien het wel weer. Zo, we zijn beneden. We hebben het even aan iemand gevraagd en we schijnen hier ergens een bus te moeten pakken. Helemaal door het dorp heen, naar de andere kant. Daar kunnen we weer omhoog. Nou, het wordt nog één grote strijd om thuis te komen. Het is best wel laat. Ik heb nog niet gegeten. We hebben net even te lang op het terras gezeten. Maar goed, even gas geven en dan komen we er alweer. Zo, we hebben het liftje gered. Was een stukje lopen. Apart van dit dorp is ook, er rijden alleen maar elektrische karretjes rond. Er is geen auto te vinden, het hele dorp niet hier. Doen ze op zich wel goed. Ik heb een elektrische autootje hier naartoe, daar naartoe. Allemaal taxis, bussen. Nou, we gaan met de lift naar boven. Dat is altijd, hè, met de lift. Ja, mooi zo. Gelukkig maar. We gaan de andere kant op. Dan denk ik dat we het nog wel weer gaan redden vandaag. Het is alleen bloedfysiek het heet hier. Oei, oei, oei. Ja, min 3 en toch zweten. Kijk, de Matterhorn Paradise. Designed bij Pininfarina. Nou, mooi man. Ja. Ja, goed. Rustig. Few inches later. Ja hoor, we hebben het weer gered. Ja hoor, we zitten er weer hoor. Wel 4 DJ's vandaag. Nou, het feestje is afgelopen, maar wat een topper is dat joh. Kijk dan, is er zo'n berg. Kijk eens. Ja, yeah. Nice. Wat een berg. Yeah. Zo houden we dus glazen op. Kijk die hond dan. Dat is de lokale stofzuiger. Elk patatje, dingetje dat gevallen is, raapt hij op. Is toch mooi? Fantastisch. Toch nog een andere partytent gevonden.
Oké, iedereen hier is kogeltje lam. En dan moeten we nog naar beneden. Naar de Dragon Bar. That's really fucked up. We gaan even naar beneden. Naar de Dragon Bar. Geen idee waar. Het begint al donker te worden. We zien het allemaal wel weer. Eén grote party. Oké, dit gaat nog een hele uitdaging worden om beneden te komen. Ze blijven vallen. Nou, ze zijn er klaar voor hoor. Skietjes pakken. Skietjes pakken, zes keer vallen. Ja hoor. Je bent steun er bij de lijn, Jan. Nou, kijk. Het is niet heel ver, maar dit wordt nog wel een... Een spannend stukje. Een spannend tochtje dit, ja. Nou goed. Eén en heel plezier, hè? Ja, nee, dit gaat vast goed. De lammen helpt de blinden, hè? Yes! Schummen. Ja hoor, daar gaan we. Yes, daar gaan we hoor. We liggen allemaal half. It's a long way down. Dames en heren, één dikke chaos hier. Echt. En die moeten allemaal nog naar beneden, naar de volgende bar. Oh, wat goed. Dit gaat nog wel een paar uurtjes duren. Kijk, hij komt ons even halen. Hè? Lekker man. Even een taxietje. Juist hem. Zo moet dat. It's going to pick us some more, man. Yeah! We zijn een soort van beneden gekomen. Op naar het volgende feestje. Yeah, baby. En toch liggen we hier weer op de grond. Hè? Gaat toch weer niet helemaal goed. Kijk eens. We slepen ze gewoon de tent in. Oké, we zijn er gekomen. Yeah. Cheers. Salute. Nice. The next day. Goedemorgen dames en heren. We hebben het toch weer overleefd. We zijn toch weer op ons kamertje gekomen. Op een of andere wijze. We weten zelf niet meer hoe, maar we zijn er weer. Het is weer een nieuwe dag. En jou hoor. Is weer mist. Het zal weer eens niet zo zijn. Dus of het vandaag allemaal open is, we hebben geen idee. We gaan zo wel even kijken. Ik ben benieuwd. We kennen ze een beetje de Italianen onderhand, dus we doen het even rustig aan. We hebben eerst even lekker gedoucht. En dan gaan we zo rustig spulletjes pakken en kijken wat er open is. En anders gaan we naar boven een bakje koffie doen, net zolang totdat het wel open is. We gaan het wel weer beleven. In ieder geval wordt het vast weer een klein beetje skiën. Het is altijd goed. Tot zo. Tuurlijk weer een beetje reclame maken voor Monika. Kijk, hier ligt ook nog tussen. Daar ligt ook nog een kaartje. Vroeger was dit de entree, de receptie denk ik. Ziet op zich toch wel mooi uit, ons appartementje. Goed, wij gaan even skiën. Zijn we klaar voor? Hopen dat het open is. Tot zo. Nou dames en heren, het is ongelooflijk. Laatste dag, maar we konden in één keer doorlopen. De lift werkt gewoon. De doorsteeklift die doet dit. Gek, ja, we zien hem tussendoor. Of we naar Zermatt kunnen, dat weten we niet. Maar dat gaan we boven wel even bekijken. Maar het ziet er in ieder geval wel positief uit. Hè. Ondanks dat er slecht weer voorspeld is. Beetje wind, beetje storm, beetje mist. Ja, dames en heren, het is ongelooflijk. Alles is open. Het is voor negenen en alles is zowaar open vandaag. Nou, moet niet gek worden. Nou, daar gaan we ervoor. Zo, is nog even een espressootje met vergif erin. Bakje doen. En dan gaan we zo maar naar boven. Het ziet er echt mistig uit boven. Maar goed, we gaan het wel beleven. Ja, hij is in ieder geval open. Dus laten we onze kans maar waarnemen voordat hij weer dicht gaat. Goed, daar komt de oversteekbus naar Zwitserland. Het sneeuwt een beetje. Ik denk dat we weinig zicht hebben. Nou, wij zijn er helemaal klaar voor. Ja toch? We zijn er altijd klaar voor.
Ben je klaar voor, vriend? He? Altijd, jongen. Goed zo. Naar het. Instappen. Gas op erin. Gas op die lolly. En zo zijn we boven. Zonnetje schijnt. Wel een beetje bedacht op dat het koud ging worden. Koude outfitje aan. Sneeuwbril. Nou, het ziet er veelbelovend uit vandaag. Erg. Lekker. Goed, we gaan weer even rammen vandaag. Oh, lekker cruisen. Windje mee. Oh, dit voelt zo nice. Licht zonnetje. Heel. Lekkere metertjes zijn dit. Kijk dan, je bent eigenlijk net boven de mist een beetje nu. Dit soort mistbank. Zijn we een beetje boven, een beetje in, een beetje onder. Oh, het ziet er goed uit. Ik moet nou zorgen dat je aan de goede kant blijft. Heerlijk. Kijk dan. Het waait hier zo hard, ik kan bijna niet eens meer blijven staan. Kijk dan, wat een vet gezicht. Echt cool. Woe. Lijkt me of het heel hard stroomt. De sneeuw stroomt hier gewoon naar beneden. Af en toe komt er een windvlaag voorbij. Wauw. Dacht hebben we die Matterhorn. Die steekt in de zon. Wow, goed is een vlaagje hoor. Kijk dan. Wat een cool beeld dit hoor. Kijk dan, wat gaaf. Ik wil rook, ik weet niet wat het is. Echt super dik. Kijk, een mooie kerstliffie. Alleen voor luxe paarden natuurlijk. En daar zitten we weer in, hè? De luxe paardje. Lekker. Oké, mensen, weer iets heel aparts hier. We worden allemaal teruggestuurd. Mensen vanuit Italië, die worden allemaal teruggestuurd. Omdat er boven zoveel wind staat, dat vanmiddag gaan ze alles weer dichtgooien. Dus we werden tussenuit gehaald, we werden omgeroepen. Daar is die hele grote rij. Deze lift is aangericht. Alleen maar voor mensen die terug moeten naar Italië. Dus ze gaan nu alle mensen terugbrengen. En als je besluit om hier te blijven, dan heb je gewoon pech. En dan kijk maar wie je thuis komt. Dus kijk eens, alles is dicht. Iedereen wordt teruggehaald, iedereen terug naar Italië. En mensen vanuit Zwitserland die moeten ook allemaal weer terug naar hun eigen kantje. Staat op daar wind? Ongelooflijk. Beneden gaat het wel. Hierboven, je hoort het ook. Alles is ook dicht. Je ziet niks meer. Het gaat alleen maar harder waaien in de loop van de dag. Dus het hele gebied is gewoon dicht. Je kan aan je eigen kantje blijven, dan een beetje laag. Dan gaat het wel. Meer boven. Kijk eens hoe mooi. Hier schijnt toch een zonnetje weer even. En op dat gletsjereis schijnt de zonnetje. Het schittert gewoon. Echt een mooi gezicht. Ja, je ziet hier gewoon dat hele brokken ijs gebroken en gescheurd zijn. Wauw. Kijk daar, dames en heren. We zijn nu boven het wolkendekje, over de storm. Je ziet het gewoon liggen daar. Het is gewoon een hele deken. Ik weet niet of we überhaupt nog terug kunnen skiën. Omdat je verplicht om met een ander liftje terug te gaan. En of verstandig is, dat je eigenlijk wel. Nou mensen, we zijn boven. Zo te zien kan je wel terug skiën. Maar kijk eens hoe mooi. Uitzicht ook. Wauw. Hier dat dekentje. We hebben dus een paar punten van de bergen tussendoor. Maar we moeten wel door die ellende heen. Super dik wel hoor. Super dik hoor. Dank je. Kijk mensen. Hoe mooi dit is. Ondanks dat het allemaal dicht gaat, door een paar mooie plaatjes. Je komt nog eens ergens. Kijk die deken. Zo mooi. A few moments later. Kijk eens, dames en heren. We hebben een tentje gevonden. Onderweg door de mist heen. Halverwege zijn we. En toch is het snitseltje gescoord door onze papiertjes. Gaan we even lekker een hapje eten. Oh, het is een beetje beslagen. Hup. Kijk, komt het weer. Snitseltje. Goed. We hebben gegeten en nou wordt er een beetje gokken waar de buitenpiste is. Het is een beetje mistig. Beetje erg. Je ziet geen diepte, je ziet geen heuveltjes, je ziet de weg niet. Je ziet het verschil niet, de lucht niet. Ah goed, joh, we worstelen ons er wel weer heen. Gelukkig is het best druk, dat scheelt. We volgen gewoon de rest. Of we gaan met z'n allen de afgrond in of we gaan allemaal goed. Eén van die twee. Maar goed, mag de pret natuurlijk niet werken. Het is tenslotte vakantie. Ja, toch. Kijk, zo kan je natuurlijk ook naar beneden. Lekker man. Oh, als hij nou een bultje tegenkomt, gaat hij zo met zijn bakkers erin. Oh, goed idee, dat wel. Ja hoor, uiteindelijk zijn we natuurlijk weer hier beland. Bij de lavapenski. Zo, we hebben nog een klein stukje geskiet. En je hoort het al op aan de muziek. We komen toch altijd weer hier uit. Ik weet niet wat het is. Het laatste rietje. Ja, epicentrum. Wat er ook gebeurt. Ik ga naar Zwitserland hier naartoe, daar naartoe. Ik kom altijd weer bij de love tent uit. Nou goed, we gaan nog een klein stukje skiën naartoe. Doen een klein appelskietje. Dat zit er alweer op voor ons deze vakantie. Dan gaan we naar huis toe. Dan gaan we spullen pakken. En proberen door al die landen weer naar huis te worstelen om thuis te komen. Ik heb hier toch hartstikke genoten ervan. Juist, heel goed. Laat ons gaan. Ik heb een beetje een laatste afdaling voor vandaag. Beetje mistig. Hier valt het toevallig gelukkig een klein beetje mee, maar net. Oei, oei, oei. Het ziet gewoon zo weinig. We leggen heel vers, pak sneeuw alweer op. Lekker man. Eens kijken. Wit, witter dan wit.
Alles wit. Nou, dames en heren, dit was het dan weer. We hebben een enerverend weekje gehad, moet ik zeggen. Van alles meegemaakt. Echt ongelooflijk. Wat jij, hè? Top. Top weekje. Niks van verwachten, maar het was helemaal top. Het was echt helemaal top. Nou, dit was het eind van deze video. Ik hoop dat jullie het super leuk vonden. Ze waren dus in heel veel verschillende plekken gaan skiën. En ze gingen ook op soort van sneeuwscooters. Echt super cool. Hier zie je ook nog zo een Frank. Dat is een muntje uit Zwitserland. Super cool. Nou, dat was het einde van deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Geef een duim omhoog. Abonneer mijn kanaal. Als je abonneer moet, bellen klikken. Als je bellen klikken moet je op. Alles knikken? Ja! Later!